En terwijl de zon opkwam in de wereld van Minecraft, zeg ik: hey mensen, en welkom bij een nieuwe Minecraft Survival. Wij gaan vandaag op schapenjacht. En ik zal niks anders doen dan op schapen jagen. Het maakt me niet uit wat ik tegenkom of wat er in mijn weg staat. Niks houdt mij tegen om schaapjes te vinden. Ik weet niet waar ik ze moet gaan zoeken, maar ik zal ze vinden. Al wordt het laatste wat ik doe. Niemand houdt mij tegen. Geen creeper, geen zombie, geen spin, helemaal niks. Ik moet schapen hebben. En wel nu. Want die heb ik al heel de tijd niet gevonden. Iedere keer zei ik: vandaag ga ik het doen. En dan deed ik het alsnog niet. Ik denk dat ik ze daar misschien kan vinden. Aangezien daar allemaal bos is. Dus ik ga deze kant op. Ik heb ook alles in huis gelaten. Oh, wacht even. Ik heb wel even hier een paar eieren. En die wil ik kapot gooien. In de hoop dat er een kip uitkomt die kan groeien terwijl ik weg ben. Nee, helaas niet. Ik heb er alleen een kip bij mee gedaan. Sorry, kip. Dan ga ik wel even vlees eten. Oh, lekker. Lekker zo'n vleesje, hè. Dan zal ik ook even deze kip killen. Want ja, ik heb een kippenfarm. Dus alle dieren die ik tegenkom, kan ik net zo goed kapot maken. En dan heb ik wat te eten onderweg. Hallo, kip. De kip. Zo, dat hebben we ook weer, die XP. En dan gaan we deze kant op. Op zoek naar kippen. Als ik nog iets interessants tegenkom, neem ik dat natuurlijk wel mee. Hè, zoals ijzer of kool. Want kool is nog steeds interessant. En ook dit suikerriet. Dus neem ik ook dit suikerriet mee. Hieronder. Zit hieronder iets bijzonders? Nee, hè? Nee, dan gaan we weer toch naar kippen op zoek. Of naar kippen, naar schapen. Oh, dit is een cave. Oké, dan weten we dat ook weer. Allemaal caves bij mij in de buurt. Dat is wel handig, want die kunnen we dus allemaal gaan ontdekken. Kijken wat er is. Is het sandstone? Wat de hel? Oké, cool. Ik zoek even ook deze kip. En ik zie daar paardjes. Dat is ook handig voor wanneer ik een zadel heb. Misschien kan ik nog eens een keer zeggen dat ik hierheen naartoe verhuis. Het is ook wel een mooie plek. Ook wel een mooie plek. Hey, denk je te verstoppen in het gras, hè? Maar dat gras zal je niet beschermen. Dit is allemaal zand. Dus daar ga ik het niet vinden. Dat lijkt me gewoon sterk, dat er schapen denken van alle plekken. Ja, dit is een flinke cave, ook zeg. Jezus, die moet ik in. Maar niet nu. Want dan leidt het me af en dan ga ik niet bezig met... Hier zit je de ingang naar die cave. Ja, ook... Okay. Ik viel nog bijna in zonder dat ik het eigenlijk in de gaten had of wou. Hier is een village! Ja! Nou, dan pakken we toch eerst die village. En misschien hebben zij ook... spulletjes. Nou, dat bol kan ik meepakken, tuurlijk. Jezus Christus, waarom dacht ik daar pas niet aan? Dan moet ik meteen aan denken aan zulke dingen. Nou, dat is al heel snel een village. En daar ben ik heel blij mee. Want de vorige serie ging dat niet zo handig. Dit is een hele boost voor me. Ik neem alles mee. Ook de zaden die uit de ongegroeide tarwe komt. Ik kan nu ook piggies als ik ze vind farmen. En dat vind ik helemaal cool, hè. Dat vind ik helemaal cool, want ik heb wortels. Dus ik ben best blij, ook al hoor je het misschien niet aan mijn stem. Ik ben zo blij. Aan aardappels! Zo, daar hoorde je wel dat ik mee blij was, hè. Ik dacht, ik moet wat blijer klinken. En dan steek aardappels! Tarwe, ja! Deze ook. Ik wil het allemaal hebben. Allemaal van mij. Ik bedoel, wat gaan zij eraan hebben? Zij gaan toch dood aan. He, ooit komt er een zombieparade hier voorbij en dan zijn ze hartstikke dood. Cactus, nou weet je wat, dan neem ik dat ook mee. Omdat het kan, dan heb ik een cactus. Die kan ik dan zo gooien op een zombie. Dat die zombie zo prik, ouw, en dan gaat hij dood. Nee, dat kan toch wel. Ik kan het misschien op mijn huis inbouwen, aangezien er ook zoveel caves zijn. Totdat ik ze allemaal gespot heb en allemaal verkend heb. Zullen er nog altijd beesten uit blijven komen. Nou, dan kan ik ze daaraan dood gaan maken. Dan maak ik zo'n schild van cactus omheen. Oké. Dit bol neem ik mee. Met alle toortjes die erbij horen. Dat is al één bol. Huh. Nou, ze zijn niet zo blij met zo'n toren. Maar dat boeit me geen flikker. Hou je bek. Nu mag jullie. Zo. En daar ligt mijn bedje. Dus al eigenlijk gewoon helemaal klaar. Ja. Zo. Pakken we nog even dit allemaal mee. En hoppa, daar gaan we dan. Zo. En hoppa, oké. Zo. En ook dit allemaal. Die ook, en deze ook. En vooral wat er hier in het water ligt wil ik hebben. Hé, heb ik mijn wol niet meegenomen? Nee.
Oké, what the fuck? Wat ligt hier allemaal? Hier zie ik een trap naar boven. Helemaal niks. Ja, niks bijzonders tenminste. Nee, ook niet. Hé, hey, wat hebben we hier? Wat hebben we hier? Ook helemaal niks. Sluit die deuren alsjeblieft niet, dan weet ik wat ik wel heb gehad en wat niet. Hier zit het heel vol. Huh. Hallo mensen, kom er even doorheen. Hallo. Doe die deur steeds open en dicht, man. Ik word er helemaal gek van, man. En hier is iemand helemaal van streek. Hallo meneer, bent u een beetje... ga uit de weg. Nee, ga uit de weg. Ik wil kijken wat hier is. Want ik weet niet of er altijd in de kerken wel of niet iets zit. Nee, ook niet. Ik onthoud daar nooit of er wel of niet wat in een kerk zit. Ze zijn hier een beetje over de rooien. What the fuck? Je ziet hoe snel ze iedere keer naar binnen rennen. En weer naar buiten chasen als een motherfucker. Doe rustig, man. Jezus Christus. Aardappelen. Aardappels, we hebben aardappels. Ik heb een rutte aardappel. Dat is niet cool. Rotte aardappelen, die moet je geven aan vervelende mensen. Dan weet je dat vanaf nu. Als je iemand vervelend geeft, geef hem een rotte aardappel. Hey, mee kom je. Ik denk dat ik dan alles gehad heb. Moet ik even kijken of ik alle farms nou ook gehad heb. Dan hadden ze maar één wortelfarm en geen kistje voor mij. Nee, daarachter zit nog. Joepie. Joepie. Joepie de poepie. Dat is wel allemaal tarwe. Dus ja, of het nou helemaal geweldig joepie en joep freaking jee is, dat weet ik niet. Hey, zaadjes. Die moet ik hebben. Zo. We hebben in ieder geval ook het wol, dus we hoeven eigenlijk niet meer naar schapen op zoek te gaan. Ik neem nog wel dit wol mee, gewoon omdat het kan. En dan, hey, daar heb je zo'n nieuwe biome. Laat het die even gaan bekijken. Laat even bekijken hoe dat eruit ziet daar. Want ja, we hebben nou gewoon al heel snel. Wat is dit? Dit. De hel? Is there well? Is there well? A well, a well, a well, a well, a well. Niet LOL, maar gewoon a well. Oké, piggies! Jullie zijn alleen te ver van mijn huisje, dus ik kan jullie niet meenemen. Jullie zijn te ver. Ah, well. Die neem ik gewoon dadelijk mee. Ja, het is wel echt vervelend met jullie. Oh, wow, die lopen snel. Oké. Kunnen die me gewoon bijhouden? Ja, die houden me gewoon bij. Lol. Dan neem ik ze mee. Jullie zijn geen pain in the ass. Handig. Handig. Deze neem ik mee. Deze neem ik mee. En dan heb ik ook meteen mijn piggies. Nou, dan is dit een hele geslaagde aflevering. Nou al. Nou al. En we zijn pas net begonnen. Kom, klimmen piggies. Oh, er is eentje die achterloopt. Maar je wil ook mee. Kom. Jullie piggemans. Ja, piggy. Knorrie, piggy. Hamlap. En ik moet een vierde naam hebben. Zet maar naar de reacties. Want ik moet nog even kijken wie Knorrie, wie Hamlap en wie Piggy is. Ik kan er natuurlijk ook nog eentje Snuitjes noemen. Dat kan ik ook nog doen. Ik weet niet. We gaan kijken hoe ik ze ga noemen. Misschien noem ik ze gewoon allemaal voedsel. Maar het meeste wil ik ze gewoon hebben omdat ze cool zijn. Omdat jullie zo cool zijn. Yeah. Jullie zijn zo cool. Yeah. Moeten daar eigenlijk wel zwemmen, piggies? Oh, ze lopen netjes in een rijtje, wat de hel? Oké, oh, hier moeten we niet langs, piggies. Hier doen jullie je pijn. Hé! Hey! Hé! Hey! Ga jij eens mee, spitshoor? Hallo? Ja, jullie... Oh! Hallo? Gaat hij mee? Hé, hey. Mee kom jij. Dat jij zo langzaam bent, kan ik niks aan doen. Gewoon meelopen. Oh! Niet tegenaan lopen, piggies, dat doet auw. Dat doet auw. Nou... Hé, hey, waarom loop jij niet mee? Kom op! Montu. Kom op. Hallo? Ik zie je wel hoor, kom op. Ja, hij wil niet mee. Zeg het dan tegen hem in het varkens. Ah, goed zo. In het varkens, ja, inderdaad Michael. Varkens praten in het varkens. Hallo Cap. Hier is mijn groen. Hé, dat is weer fijn voor mijn oogjes, want dat vind ik altijd zo fel zo'n... Zoiets. Dat is gewoon niet cool. We zijn er bijna, jongens. Kom op! What the hell, Piggy? Piggy! Hij wil niet mee. Zeg het hem. Van, kom nou. Ja, goed. Nee. Niet weglopen. Niet dro... Nee. Mee kom jij. Oké. Okay. Dat wordt nog een ramp.
met piggies gaan zwemmen. Maar ik neem ze mee. Ik heb ze helemaal tot hier gebracht. Ik neem jullie mee. Ik neem jullie mee. Helemaal over de zee. Ik neem jullie mee. Van boven naar beneden. Ik kan sowieso... Ik word sowieso de fucking nieuwste... populairste piggy rapper in de hele wereld. Met dit liedje. Ik neem piggies mee. Oh, het wordt bijna donker, piggies. We moeten snel zijn. Anders komen er dadelijk allemaal zombies en dan worden jullie zombie piggies. En dat wil ik niet. Ik wil geen zombie piggies. Ik wil normale piggies. Want normale piggies zijn veel cooler dan zombie piggies. Ook al hebben die meestal wel gouden stuff. Allemaal lekker bling bling. Nou hebben we niet schapen gehaald, maar we hebben wel wol. Dus zo hard hebben we schapen niet nodig. Maar we hebben wel piggies. We hebben piggies. Piggy. Hiya. Hiya piggy. Zijn we al bijna weer daar? Ja, we zijn er al bijna. Kom op, je piggies. Snel. We moeten die kant op. Kom. Kom. Ja, dat zijn er al twee. Zo. Dat varkentje is letterlijk gewassen. Oké, dat was een hele flauwe woordgrap. Maar ik vind wel dat dat gewoon de titel van deze video moet zijn. Piggy is, of het varkentje is gewassen. Oh, daar willen we niet in vallen, Piggy. Kom. Eromheen. Niet erin. Jullie zijn geen mine piggies. Jullie zijn wel mijn piggies, maar niet mine piggies. Snap je wat ik nog wil zeggen? Ik niet. Oké. Zal ik jullie voorlopig even bij de koeien gooien? Want jullie passen niet in mijn huis. Jullie passen nooit in mijn huis. Dat past nooit. Dat past gewoon nooit. Dat weet ik zeker. Dus ik moet even jullie erin kunnen krijgen. Zo. Kom op. Even aandacht weer. Aandacht, jongens. Kom op. Aandacht. Hallo. Mag ik even de aandacht? Kom op. Ik weet helemaal niet of dat knippen dat jullie het horen. Ik zie die derde. Even, ah, daar is de vierde. Oké, kom piggies. Eén piggy over de heg. Twee piggy over het hek. En dan die andere twee doen weer even moeilijk. Kom op, daarop. Het wordt donker, jongens. Kom op, schiet op. We hebben zo weinig tijd. Volgen jullie nou wel mij? Kom op. Hallo. Ik maak jullie af als jullie nou niet meekomen. Goed zo. Kom erop. Beesten verschijnen dadelijk weer. Dat wil ik niet. Spring erop. Piggies. Erin. En snel weg. Oké. Zo. Veel plezier bij de beesten. Jullie zijn zelf ook beesten. Oké, dat is dan wel handig. Zo. We hebben vier piggies. We hebben vier piggies. Yeah. Wist ik wel dat het konden. Oké, ben ik een kool? Oh, ik wou het zeggen. Ben ik door mijn kool heen? Maar dat is niet het geval. En dan maken we snel hout. Hout. Godsamme zeg. Hoppakee. En hoppakee. En dan hebben we een bedje. En dan zet ik hier mijn bedje neer. En dan gaan we slapen. Ah, fijn zo'n bedje. Lekker warm. Zo dicht bij het gebraden kippetje dat eruit komt. En wij heel veel zaden. Dus dat was zeker een hele goeie. Ik weet echt niet hoe lang we nog hebben. Oh, nog heel eventjes. Dan ga ik nog even hout hakken. Dan gaan we even hout hakken. Want dan wil ik even nog snel, voordat het eind van de aflevering is, wil ik nog een piggy hokje maken. Want piggies verdienen een hokje. Een eigen hokje. Die moeten ze niet delen met koeien. Dat is gewoon niet cool. Ik weet nog niet hoe ik het ga doen dat ik niet koeien laat ontsnappen, maar de piggies wel meeneem. Maar daar komen we morgen achter. Want dat... Dat gaan we gewoon meteen doen. Het maakt me niet uit wat de timer zegt. Ik ga dat gewoon nu allemaal fixen. En pas dan, wanneer de piggies hun eigen huisje hebben, kan ik rustig afsluiten. Want eerder kan ik... Waar zijn mijn kippen heen? Ik had er veel meer. Toch? Of leek dat maar? Had ik niet meer kippen? Hé? Ik kan toch zweren. Ik zie geen kippen die ontsnapt zijn, dus... In ieder geval, gaan we even... Heel veel stacks. Maar ik heb er een 64. Nou, meer heb ik er niet nodig. Bloep. Bloep. En bloep. Bloep. Dit duurt even voor, jongens. Maar het is sneller dan anders. En zij krijgen wel een groot hokje van mij. Want het zijn piggies. En piggies
Ja, dat zijn natuurlijk de geweldigste beesten op de hele aardbol. Dat weet iedereen. Kom op, als je dat niet weet, dan ben je zo'n noob. Dan ben je echt een noob als je niet weet dat piggies de beste zijn in de hele wereld. Kom op, zeg het in de reacties. Piggies zijn de beste, piggies zijn de beste. Piggies, piggies, piggies. Oké, ik weet alleen nog niet wat ik ze wil hebben. How about dat ik dit even weghaal? Heel even een klein beetje weghalen, niet alles, maar een beetje. Uiteindelijk haal ik nog wel alles weg, maar niet nu. Dat is groot zat. En dan hebben die een heel groot hok. Ik denk dat ik het nog niet eens allemaal ga gebruiken, die ruimte. Zo. Dit is dan heel even saai, maar ik wil het wel voor elkaar hebben. Want ik ga hierna toch stoppen. En ik wil wel zeker weten dat mijn piggies in een lekker klein... Of een lekker klein, lekker groot stukje zitten. En dat ze gewoon fijn hun dagelijkse piggy dingen kunnen doen. Zonder dat er allemaal dat allemaal zombies en koeien kijken naar wat ze aan het doen zijn. Want dat snap ik natuurlijk. Dat is niet cool als andere koeien kunnen zien wat je allemaal aan het doen bent. Ik wil ook privacy als ik een mens ben. Dus waarom zouden die piggies dat dan niet willen? Dus, daarom geef ik ze een hek waar je gewoon doorheen kunt kijken. Inderdaad, daar heb je dus helemaal geen kloten aan. Maar dat maakt mij niet uit. En die piggies allemaal niet, want het is een eigen hokje en dat is cool. Eigen hokjes zijn het coolste van de wereld. Want het is dan een hokje van hun alleen. Daarvoor is het ook een eigen hokje, Michael. Oké, nou ik vind het toch wel een flinke ruimte. Even gelijk, want uiteindelijk moet het allemaal in één lijn komen. Hier komt het poortje. Niet tegen dit aan. Dus dit haal ik toch nog even weg. Zo. Dan doe ik tot hier. Het wordt hier nog uitgebreid, maar. Ik denk dat ik zelfs nu even te weinig heb. Oh, eentje te weinig. Want ik wil niet dat het daar tegenaan staat. Dat staat raar. Dat staat raar. Die hier. En dan wil ik... Het is alsnog een beetje klein. Het oogt een beetje kleiner dan ik in mijn hoofd had. Dat is niet cool. Dat is niet cool. Nee, dat is niet cool, nee. En ik moet nog meer dingetjes hebben. Give me more. Kom op. Zo. Hoppa. Ja, zie je, het is veel te druk uit binnen. Dat is toch niet leuk? Zowel hier voor koeien als voor piggies is dat niet leuk. En dat moet niet mogen in deze wereld waar we tegenwoordig gaan leven. Tegenwoordig moeten alle koeien en alle piggies gewoon een eigen plekje hebben waar ze hun eigen dingetjes kunnen doen. Zonder dat ze pottenkijkers hebben. Alleen wij mogen kijken natuurlijk. En dan gaan we de piggies bevrijden. Als ze onze aandacht hebben, doe ik de poort open, want dan komen ze er heel snel uitrennen. Moet ze wel naar... Kom op, kijk even, ik heb porteltjes. Als jullie in dat hokje zitten, krijgen jullie allemaal zoveel mogelijk wortels als jullie maar opkennen. Dan moet je wel komen. Zie je, dan luisteren ze wel. Kom op, snel eruit voordat de koeien eruit komen. Kom dan nou uit. Kom. Kom nou. Serieus. Ze zijn zo erg aan het vechten dat ze niet eens even kunnen... En nou eruit komen jullie. Zie je, die koe die gaat ontsnappen. Kom op! Ga de achterkoe. Naar achteren. Zo. Nou, ik weet niet hoe we het hebben gedaan, maar het is ons gelukt. Even zodat de wortel niet verspild wordt. Waar is er alles heen? Alles loopt weg. Kijk, ik heb nog een klein... Ik mis een. Ah, de varken zit erin. Dat is niet de bedoeling. Dat is niet de bedoeling. Dan moet het natuurlijk ook groter, want anders wil je daar niet doorheen. Ik mis een varkentje. Hey, kom op. Hey, Piggy. Je gaat toch niet springen, hè? Kom op, even meewerken, beesten. Goed zo. Allemaal erin. Allemaal erin. En. Dicht. En. Nee! God
dieves! Wat zijn jullie vervelend, piggies? Dat ben ik niet van jullie gewend. Kom op. De hel. Kijk maar aan. Goed zo. En volg jij. Ben toch misschien geen blauwe vogel, maar gewoon volgen op Twitter. En dan, nu ga jij erin. Kom. Kom, kom, piggy. Kom, piggy. Kom, piggy. Kom, piggy. Zo. En dan doe ik weer open en weer dicht. En dan ga ik dat laatste piggy zoeken, want ik had er 4. En ik heb een... Ik hoorde er nu 5 te hebben. Dus er is een piggy ontsnapt. Hij ligt niet in mijn bed. Piggy. Piggy. Ah, hier is Piggy. Ik heb hem bijna niet gezien. Met dat zand allemaal. Kom mee, Piggy. Ik heb een mooi huisje voor je. Of een... Ja, oh. Dan moeten we niet invallen, hè, Piggy. Nee, dat moet niet gebeuren. Ik weet een goed idee. Ja, nou heb ik toch een idee, jongens. Als jullie mijn hoofd konden kijken, zeggen jullie al meteen... Oh, wat geniaal, Michael. Maar dan moet Piggy wel even kijken. Piggy, kijk naar mijn geniaal idee. Kom op, dan hoef ik de hek niet te openen. En hoef jij niet te ontsnappen. Kom op, Piggy. 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 Goed zo. Oké, jij moet hier ook op staan. Dus kom maar. Ja. En jij bent binnen. Zo, en dan kijkt niemand meer naar mij. En dan kan ik gewoon een deurtje dicht doen. En het wegschrijven, zodat er geen beesten in jullie kooi komen. Dan eet ik nog even dit op. En dan hebben we de... Koeien hebben een eigen plekje. Ik heb trouwens nog helemaal geen torsjes geplaatst, zie ik. Dan doen we dat nu. En de varkentjes hebben een eigen plekje. Ja hoor, piggies. Ben maar blij. Knor maar heel vrolijk. Want jullie hebben een eigen plekje. Yippie! Ik ben weer blij van vandaag. En dan pak ik ook dit mee. Voordat we gaan afsluiten. Oké. Okay. Ik moet even zo'n stukje hebben waar ik op kan springen zonder dat ik het allemaal vertrap. Ik heb zat. Dus in principe maakt het niet uit. Oh my god, wat heeft hier nou weer gestaan? Durpen dat het kapot is. En dan heb ik net mijn honing bij. Godsamme. Mijn hoer is nooit in de buurt wanneer ik hem nodig heb. Of haar. Of het. Ik weet niet wat het is. De schoffel. Waar is mijn schoffel? Schoffel. Schoffel. En zo. En dan schoffelen we dit. We schoffelen me helemaal in elkaar. Dan schoffelen we ook dit helemaal in elkaar. Nee, niet de torch. Dit. Domme. Oké, nou hier wordt lekker verbouwd. Dan weet je wat, dan doen we deze ook. Fuck that. Dan hebben we die ook. En dan gaan we binnenkort even een paar mine in. Een paar mines. Om te zoeken naar ijzer en shit. Dan gaan we nog even kijken. Deze kippen hebben eieren gelegd. En die moeten we natuurlijk erin smijten. Dat gaat dan ook uit de weg. Jongen, jongen. Niks. Niks. Seriously? Oké, hier wat. Nee. God damn it. Kippies. Jullie werken nooit mee als ik dat wil. Nou, ik heb weer lekker veel stuff. Dus ik denk dat we ook binnenkort eens een keer moeten gaan denken aan een uitbreiden. Ik heb veel te veel spullen. Kijk, het past hier niet meer in. Het past niet meer. Het zit er vol. Het zit zowat er vol. Hier, ik kan er nog één dingetje in plaatsen. Dan gaan we ook binnenkort even een keer een groter huis. Maar dan ga ik nu even voor mijn huisje staan. En dan bedank ik jullie wanneer het alweer donker wordt. Gaan we toch naar binnen. We gaan toch naar binnen. Dan bedank ik jullie voor het kijken naar deze aflevering. We hebben een bedje. What the fuck is dit? Oké, what the fuck? Oké. Nou, in ieder geval, we hebben een bedje. We hebben piggies. We hebben een dorpje gevonden. En de volgende keer gaan we mines in. We gaan een huisje uitbreiden. En al die shit bij elkaar. Ik bedank je voor het kijken naar deze aflevering. Druk op het duimpje omhoog. Abonneer en laat een leuke reactie. En zeg tot de volgende keer later. Doei! Daar past jullie toch niet doorheen. Dus ik hoef ook niet te zeggen dat jullie daar niet in mogen. Wat daar kunnen jullie dan eens doorheen? Al zouden jullie het willen. Zo, familie koe. Veel plezier daar. Er zit een mini koe. Hij wil droog blijven. Dat kun je echt zien. Zie jij wil droog blijven.